Wat oudere mensen nogal eens vergeten, is dat toen ze jong waren, veel meer vergaten. Procentueel helemaal. De kind vergeet, laat zijn wand er liggen, maar vergeet zijn huiswerk af te maken, een bal niet opgehaald. Als je de wereld van het kind nog ziet en wat hij daarin allemaal vergeet, dat is veel meer procentueel. Ik denk dat ik het altijd zo genoemd heb. Ja, nee, moet je ook niet. Ja, rustig doen gewoon. Dit is Petra. De Zipke. Ja. De echte Zipke. Ja. Cultuur en wetenschap. Ja. Wetenschap is ook cultuur. Ja. En als je zo loszet, dus ik ga wel antwoorden. OC, OK weer. Dat het ook te improviseren op aan de kunst. Toen kon ik jou moet je dat vroeger, maar ik zei, kunst is gekkigheid. Maar dan kan je gewoon dingen bedenken die je allemaal weet dat het niet klopt, maar dan kan je toch je fantasie over en die kan het ook weer. Ja, helemaal. Ja, net achter de rug. Wim de Schippers vandaag onze gast is om met jullie, met onze studenten in gesprek te gaan. Straks gaan we een wandeling maken naar het torentje van Trinelo. Daar zien we al heel erg naar uit. Dat gaat na het gesprek gebeuren. Even ter introductie. Wim behoeft weinig introductie, maar... misschien dat ook. Om maar te beginnen. En bovendien, dat een ouder wordende mens dingen gaat vergeten, dat is heel functioneel. Dat ruimt gewoon op, dan heb je ruimte in je hersenen om zelf dingen te bedenken. En je vergeet ook dingen, veel, omdat je zoveel weet. Het kan ook, je kan ook dement worden, geen dingen dat het echt bent, maar het hoeft niet altijd. Mensen zeggen, oh ja, een senior moment heet het dan meteen ook. En dan, om het nog even eufemistisch uit te drukken, maar je kan dat niet genoeg opwijzen. En dan ga je er ook naar leven, dat is ook zo stom. En je kan lekker alles opzoeken ook weer en even controleren als je iets weet. Er valt ook steeds meer te weten en mensen eisen ook steeds meer dat je weet, maar je vergeet wel eens een naam. Ik vergeet, hoe heet jij ook weer? Koen, dat heb ik onthouden. Maar de achternaam... Ja, denk ik ook weer, oh ja. Maar dat heette vroeger anders, toch? Nee, het heeft altijd Aki geheten. Toen is het naar de hand, heeft Artes het overgenomen. Toen moest het Artes heten. Oh, ja. En nu hebben ze weer het terug weten te krijgen tot Aki. Ja, het mag weer Aki heten. Dus de eigenzinnigheid is ook een beetje terug. Ja, met is ook zo. Ja? We gaan die kant op. Gaan jullie mee? Die heb ik nog. Oh, de fiets is even meelopen, joh. Kom op. En de fiets mee. Dan zet hem hier even op slot. Kijk, kom op. Als er een goede reden is om het lekker te... Ik weet niet of dat er nog is, dat was een hele gaaf. Lekker wijn.
Links. Links graag. We worden begluurd. We worden begluurd. Goed, hè? Dan moet je dit in de afvalbak gooien. Die kan in mijn fietstas gooit hij hem. In je fietstas? Ja. Oh, dat niet. Ik ben de bananenschilverzamelaar. Oh, is je een speelfilm? Nee. Spelen wij? Spelen. Filmen wij? Wij spelen. Het water was precies zo door de 3 en de 9. De sfeer moet iets hoger. Maar die iets witte lijn zien. Ja, je kan het ook wel zien. Daar staat meestal het water. Het is nu, hè, omdat het zo droog is. En die had een potje en die wou nog iets van mij hebben. Toen zei ik, nou, wat ik graag wil, is eindelijk nou een goede klok erop. Goed uur. En er was een budget voor. En ik ben hier nog geweest om het te bespreken. En toen zijn we er overeen gekomen. We hebben drie vergaderingen gehad. Hij is in Amsterdam geweest, ik heb hier gepakt. En ik was een naam kwijt. Hij is filosoof en hij heeft altijd over de mens als bijzonder dier die techniek beoefent. Maar het is zo'n klok, radiocontrole, het klokt erin, maar die ook tegen de waterbestand is. En dat, gewoon, dat je echt losse wijzers erop zit, dus niet in... Nou, dat was allemaal geregeld. En, dat, zo. En toen was het toch allemaal net te laat, want het budget was al vergeten. Nee. Wij moeten terug zo. Wij moeten niks. Maar wij gaan zo terug. Mooi is dat. Wij gaan nu terug. Ik ben wat verdwaald in mijn leven, hoor. Eigenlijk mijn leven is één verdwaald punt. Het is Brabant. Verdwaald punt Twente. Een verdwaald punt, dat vind ik een mooi punt. Ja, maar je bent verdwaald. Dan moet je terug zien te vinden, dat verdwaald punt. Kijk op de vingers getikt. Stichting Verdwaalpunt. En dan had iemand gemerkt dat een stichting, die kreeg voorrang boven gewoon personen. En die had toen Stichting Pompendremmen. Stichting Pompendremmen. En dan zaten hier ook een paar mensen over. Ja, en het sloeg nergens op. Maar alles wordt belachelijk als je een stichting voorzegt. Ja. Als je iemand zegt en dan zegt een stichting en dan... Stichting Retour naar de Aki. Ja. Stichting zou niet weten. Ja. Maar zoals je ook uitdrukt als gebakken lucht, is op zichzelf heel leuk. Maar je kan het nou niet meer gebruiken. Nee. Dan kan je lopen. Leuk idee, gebakken lucht. Met de mensen, kijk, dit is een kliekje, weet je, een bak en de mensen een beetje op en dan lijkt het nog wat. En daar moet je ook toch aan denken, die associatie. Ja, natuurlijk. Dus gebakken lucht is zo idioot. Kom, Paul. Allemaal stapje naar achteren, een stukje naar achteren. Ja, toch. Water in. Ja, dat vind ik wel een goeie. Maar ik ga sparen voor een klok. Ik wil graag met studenten zo'n klok ontwikkelen. Het is toch gewoon technisch leuk om uit te vinden hoe je dat voor elkaar krijgt. Maar is dat helemaal niet moeilijk, toch? Nee, maar het moet wel gebeuren. Het moet wel ingezet worden. Het hoeft er maar twee te zijn. Het is net als met een film maken. Dan ben je 3 jaar van je leven kwijt. Ja. Dan heb je een lullig filmpje gemaakt wat weggeschreven wordt. Het is zo bedroevend.